Het is vandaag de dag van het werkplezier in de zorg. Want met plezier naar je werk gaan, dat is wel de bedoeling, zelfs in de zorg. En dat is best nog een uitdaging. Werknemers in deze sector staan vaak erg onder druk met te veel administratief werk, onderbezetting, gebroken diensten en noem maar op. Maar er zijn ook andere geluiden te horen, zoals bijvoorbeeld bij het zorgcentrum Koepelhof. Ik vind het belangrijk om de mensen een goede dag, een blijde dag te bezorgen. Plezier in mijn werk moet ik altijd hebben. Zou ik dat niet meer hebben, zou ik hier absoluut niet staan. Een zorgvrouw of man is een zorg iemand met een heel groot hart. Het is eigenlijk iedere dag wel een dag met een lach, maar ook met een traan. Dat hoort erbij. Dat hoort ook bij je empathisch vermogen. Mijn werk in de zorg is nooit saai. Het is altijd heel uitdagend. Vooral met je collega's maak je er toch het beste van. En ja, wij gaan iedere dag hier naar huis met een glimlach op ons gezicht, omdat we weten dat we iets voor iemand anders echt hebben kunnen betekenen. En dat doet goed. Ik vind het belangrijk om de mensen hier een prettig thuisgevoel te geven. En dat de mensen zich in deze dagen gewoon gewaardeerd voelen. En dat ze ook nog belangrijk kunnen zijn. Ja. Ik vind het belangrijk dat de mensen gewaardeerd worden en dat we lekker met ze kunnen knuffelen. Ik vind het hier geweldig. Al die mooie zusters, met die mooie lach elke dag, die perfecte verzorging. En nou, ik ben er gewoon heel tevreden over. Ik krijg er bijna de tranen van.